kennis opdoen die je niet zomaar op school krijgt, maar die wel nuttig is voor de rest van je leven. Dat willen de mbo-scholen Noorderpoort, Alpha College en de organisatie UpToers bereiken met het zogeheten voorkennisfestival op het Suikerterrein. Tijdens het festival dat vandaag en morgen plaatsvindt, kunnen mbo-studenten deelnemen aan een tal van workshops in een buitenschoolse sfeer. Aan de ene kant is het een festival met gezelligheid, met een bar, met een fotoboek. Maar aan de andere kant zijn we ook dingen aan het leren vandaag met z'n allen. Waar we hier nu zitten is een sessie over een ervaringsverhaal over drugs. Aan de andere kant is een ondernemer zijn ondernemersverhaal aan het vertellen. En studenten ook aan het leren hoe zij daar weer op voort kunnen borduren. Maar we hebben bijvoorbeeld ook hier tegenover ons in de Kali Club een bodyweight masterclass. Dus daar zijn ze aan het sporten. Maar we zijn ook bezig met duurzaamheid, met de SDG's, met de Sustainable Development Goals. We zijn met wol bezig, namelijk helemaal daar in de loods van het Noorderpoort. Dus er gebeurt van alles. De studenten van Noorderpoort en Alpha College mochten zelf onderwerpen voor de workshops aandragen. En dat wordt gewaardeerd. Ik heb nu veel gewone vakken, rekenen en zo, maar dit is dan wel wat interessanter. Dit is gewoon het echte leven, dit gebeurt er ook en dat leer je niet op school. En het is ook belangrijk om te weten wat er in andermans leven omgaat. En als je dan ermee te maken krijgt, is het ook belangrijk dat jij weet wat je moet doen. Ik heb net geleerd hoe je wol kan maken en zo, dus dat was eigenlijk best wel interessant. En straks ga ik met de ambulance mee en je hebt allemaal wel leuke dingetjes. Toch zien de deelnemers ook verbeterpunten in het festival. Hoe vind je het hier tot nu toe? Ja, een beetje dubbel gevoel. Waarom dubbel? Ja, aan de ene kant is het wel leuk, maar dan weet je, van die ding dat je over seks kan praten en zo, dat is op zich best grappig. Maar dan moet ik met bol, ja. Want je kan niet kiezen? Nee, je krijgt een boekje en dan staat erop wat je moet doen. Nou ja, ja, het zal. Je vindt dat jammer? Ach, ik heb wel graag over seks gepraat.